derde belangrijke moment is geweest: kiezing van de voorzitter en de vicevoorzitter van het parlement. De voordrachten, de namen dus, die werden voorgelezen door NPS-voorzitter Gregory Rusland, tevens DNA-lid. Voorgedragen zijn of werden Ronnie Brunswijk van de ABOP en Deo Sharman als vicevoorzitter namens de VHP. Door Rusland, Dr. Rusland, werd gelijk ook nog aangegeven middels een brief met alle handtekeningen dat deze voordrachten ondersteund werden door 33 leden. Door André Misikaba van de NDP werd aangegeven dat de NDP geen tegenkandidaten zal voordragen. Wat betekent dat Ronnie Brunswijk en Deo Sharman bij acclamatie werden gekozen. Ronnie Brunswijk is dus nu de nieuwe voorzitter van het parlement en Deo Sharman de vicevoorzitter. Gelijk hierna volgden de felicitaties door de verschillende voorzitters van de respectieve politieke partijen. Een ander belangrijk moment hebben wij dan gehad en dat is dan voordracht door de nieuw gekozen voorzitter, Ronnie Brunswijk, werd de eed afgelegd en daarna werd de voorzittershamer aan hem overgedragen. Wat volgde is de maiden speech geweest van voorzitter Brunswijk en in zijn maiden speech heeft Brunswijk aangegeven hij is teruggegaan naar zijn roots, aangegeven wie zijn voorouders zijn geweest, wat zij allemaal hebben gedaan voor land en volk. Het gaat thans over tot de behandeling van agenda punt 4, te weten de kiezing van de voorzitter en de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée. Artikel 67, lid 1 van de grondwet, bepaalt dat de Nationale Assemblée thans moet overgaan tot het kiezen van een voorzitter en een vicevoorzitter die onmiddellijk hun functies aanvaarden. Deze worden in gevolge artikel 6 van het reglement van orde gekozen voor het tijdperk der zittingsperiode. We zullen eerst overgaan tot het kiezen van de voorzitter. Indien u een voordracht of voordrachten heeft, hoor ik die graag thans. Ja, de heer Rusland wil het woord voeren. Voorzitter, bedankt. Voorzitter, ik heb hier een schrijver van een deel van de Nationale Assemblée. En dat schrijver wil ik u voorhouden. Dit is recht aan u als waarnemend voorzitter. In gevolge artikel 6 van het reglement van orde van de Nationale Assemblée, staatsbesluit van 10 oktober 1990, SD 1990, nummer 33, wordt in de eerste vergadering van de Nationale Assemblée na de algemene verkiezingen de voorzitter en de vicevoorzitter gekozen. Ter verkiezing van de voorzitter van de Nationale Assemblée wordt de heer Brunswijk Ronnie voorgedragen. Ter verkiezing van de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée wordt de heer Sharman Deel voorgedragen. De hieronder genoemde voordrachten, worden ondersteund door de navolgende leden van de Nationale Assemblée. Santoki, Kandri Kapersat, Brunswijk, Ronnie, Rusland, Gregory, Makura, Krishna, Kumari, Binda, Sham, Dijkstil, Cheryl, Ednel, Patricia, Delfort, Edward, Noor Mohamed, Riyad,
Plein, Ivanildo, Samti, Edgar, Sharman, Deel, Van Samson, Cedric, Wang, Xuan, Ru, Gayadin, Asif, Kumar, Mangre, Mate, Malti, Murtabat, Sidik, Huur, Miguela, Mohabali, Mohamed, Baraka, Tula, Gauri, Mohamed, Zabik, Jacqueline Nisha, Metsala, Stephen, Rambin Harriet, Devi, Rajen, Drup Kumar, Jogi, Mahinder, Kumar, Karyo, Menawi, Surjani, Kerto, Evert, Mohan, Roy, De, Marines, Ku, De, Muzu, Ramon, Poki, Diana, Forsley, Didota, Kanape, Yosafat. Hiermee heb ik je voorgehouden als schrijver, welke ik namens de leden genoemd net 33 leden, en die wens te overhandigen namens de leden. Dank u wel. We hebben deze tijd uw boodschap begrepen. Ik zie dat daar de heer Nishikawa het woord wenst. Gaat u gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Het deel van uw nieuw geïnstalleerd college, dat via de lijst van de Nationale Democratische Partij is gekozen, zal geen kandidaten stellen voor het voorzitterschap en vicevoorzitterschap van DNA. Dank u wel voor de statement mededeling. En dat legt de gelijkertijd de verplichting op mij om uw college verantwoord en transparant te informeren, omdat ik mijn inborst, democratie-inborst, volgend en uit oogpunt van efficiëntie, zoals het vorige agendapunt al verwoord is aan het adres van de heer Gardien, nam ik me voor en gaf reeds instructies om de voorzieningen te treffen waardoor ik daarmee de, efficiënt tijd zou kunnen winnen. Maar met een statement van u brengt u mij naar de volgende conclusie, de volgende formulering. Dat ik mag begrijpen dat er geen andere kandidaatstelling is dan zojuist verwoord met de namen genoemd door de heer Rusland. Dat houdt in, en dat wil ik aan uw college voorstellen, ook de efficiëntie volgend, dat we wellicht niet zoals het gebruik wil, dat we eerst een voorzitter aanwijzen en dan een ondervoorzitter, dat we gelijk dus beide functionarissen dan moeten behandelen, zonder daarbij in overtreding te zijn met het reglement van orde van uw college. En dat leidt dus tot de conclusie dat we moeten overgaan tot het kiezen van een voorzitter en een vicevoorzitter, omdat er maar één voordracht is. Ik neem aan dat ik in dit opzicht duidelijk ben. Dan impliceert dat dan in de richting van acclamatie de beide functionarissen zullen worden aangewezen als respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de Nationale Assemblée.
en conform de net door u via de scriptie overhandigde verwoording van de boodschap, dan is voorgesteld ter verkiezing als voorzitter van het college de heer Brunswijk Ronnie voorgedragen en als vicevoorzitter van het college de heer Sharman Dewan Chandra Bose. Ik hoop dat ik u nou goed heb gesproken. Indien de vergadering zich met deze conclusies deze zijde kan verenigen en geen op- en aanmerkingen heeft, dan wordt alzo beslist voorzitter Brunswijk onder voorzitter Sharman van uw college. Ik wil de nieuw gekozen voorzitter en vicevoorzitter bij acclamatie uiteraard feliciteren met hun verkiezing en erg veel succes te wensen met de invulling van de hen opgedragen taak. Dan zijn we zo beland bij agenda punt 5. Oh ja. Laten we dat nu echt formaliseren, hetgeen ik zojuist verhoord heb, door dat te bevestigen bij Hamerslag. En ik zie dat het lid Santoki het woord wens. En waarom zou je het woord onthouden? Van mij mag u het woord voeren. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, niet dat ik aan uw leiding kom, maar het is een zeer belangrijk moment waarbij er verkiezen wordt voor het kiezen van een voorzitter van het parlement en vicevoorzitter van het parlement, waarbij wij hier in het Huis van Democratie een collectieve verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat we het belang van het volk dienen, maar ook om te zorgen namelijk dat het parlement zo snel en zo efficiënt mogelijk kan functioneren. En tegen die achtergrond wil ik mijn felicitaties overbrengen aan de gekozen voorzitter, de heer Ronnie Brunswijk, en de gekozen vicevoorzitter, de heer Deo Sharman. Maar in het bijzonder wil ik ook mijn dank uitbrengen. Het is democratie. De NDP-fractie had het recht, de bevoegdheid om ook kandidaten te presenteren. Maar ik denk ook vanuit het oogpunt van efficiëntie, het parlement snel kunnen laten functioneren, dat ze ook dan geen voordracht gedaan hebben. Laat vanuit deze kant ook duidelijk zijn dat het niet indienen van kandidaten vanuit de andere kant wij ook zien als een stukje ondersteuning aan deze kant om zo snel mogelijk over te gaan tot een nieuwe leider van het parlement. Mijn dank daarvoor. Dank u wel. Dan vervolgen wij. Ik ben nu al te voortvarend, want ik moet het in de zaal kijken. De lid Mishikaba. Voorzitter, in de geest van de, laat me het zo noemen, de transitiegesprekken die gevoerd worden door de nog zittende president en de aankomende leiders, was het nodig om inderdaad die efficiëntie te benadrukken vandaag met de handeling die we hebben gepleegd. Wij zijn democraten, voorzitter, en we kijken naar de politieke realiteit. En ik denk dat het nodig was om die statement van ons op deze wijze te doen. Dit gezegd hebbende, voorzitter, feliciteer ik de heer Brunswijk van harte.
met zijn uitverkiezing tot voorzitter van het hoogste orgaan van de staat en meneer Sharman als ondervoorzitter. Ik denk, voorzitter, dat wij in deze twee leiders, ik denk dat we kunnen gaan werken met ze, voorzitter. Ook het lid Ronnie Asavina wens het woord. U hebt het woord. Bedankt nogmaals, coherent voorzitter. Sta u ons toe om voor de handelingen vast te leggen dat wij van de BEP ook geen reden hadden om een kandidaat voor te dragen. Overigens, we hebben slechts twee DNA-leden, dus een zelfstandige voordracht zouden wij niet kunnen doen. Maar wij hadden ook geen reden om een tegenkandidaat te ondersteunen. Wij willen gebruik maken van de gelegenheid, voorzitter, en de nieuwe voorzitter en de vicevoorzitter te feliciteren met deze nieuwe uitdaging. We hopen van ganse harte dat met hun kiezing tot voorzitter en vicevoorzitter van het parlement de nodige start is gemaakt. Laat me zeggen, de aspiratie en wil van het volk in dit huidige parlementaire periode om die, laat me zeggen, bewaarheid te krijgen. Nogmaals, onze felicitatie. Dank u. Ik zag eerst het woord, de heer Bolva wens het woord, waarna Rusland. Nee? Stelt u het principeel? Oké, gaat u van. De heer Rusland krijgt het woord. Voorzitter, van mijn kant uit wil ik namens de NPS-fractie de felicitaties overbrengen aan de nieuw gekozen voorzitter en ondervoorzitter van het parlement. Ik zou dat doen na de beëdiging natuurlijk van de voorzitter, maar goed, ik zie dat de andere leden dat reeds gedaan hebben, dus daarom doen wij dat. En inderdaad kan ik me terugvinden in de woorden die eerder naar voren zijn gebracht, dat er een heleboel werk op ons is. Een heleboel dat gedaan moet worden en ik apprecieer ook de efficiëntie welke aan de dag gelegd wordt om zo snel mogelijk voort te kunnen gaan met de werkzaamheden die wij samen moeten uitvoeren. Nogmaals, ik wil van deze kant het hele parlement natuurlijk feliciteren met deze dag en hopen dat we inderdaad 5 productieve jaren krijgen waarbij het belang van Suriname steeds voorop stellen. Ik dank u en succes. Dank u wel voor uw medewerking, meneer Bolva. U hebt thans het woord. Voorzitter, bedankt. Van mij zijde ook het woord gevraagd. Niet vanuit de fractie, maar als scheidende vicevoorzitter neem ik op dit moment en vraag ik dat ook de gelegenheid om op de eerste plaats, voorzitter, te bedanken. De mensen die mij de afgelopen periode hebben ondersteund, beginnen natuurlijk in jouw eigen omgeving, de partij, je thuissituatie, vrouw, gezin, de moeder die er helaas niet meer is, de kinderen, alle vrienden en kennissen. Maar zeker ook, voorzitter, de mensen hier in de Nationale Assemblée die onvermoeid onze ondersteuning hebben gegeven. We zeggen daarvoor dank
vanaf het bureau van de voorzitter tot aan de deskundigen van DNA, tot aan de mensen bij de poort. Ik denk dat we terug kunnen kijken naar een succesvolle periode. Ik zal het ook doen, de voorzitter is niet hier, maar dat wij een behoorlijk goede basis hebben gezet. Een parlement dat zich verder moet gaan ontwikkelen en groeien. En dan maak ik de aansluiting met deze uitdaging voorop naar de nieuwe leiding. Dat het vaandel wordt overgenomen en vooral wordt hooggehouden. En dat het parlement steeds meer zich kan gaan vestigen en kan gaan groeien als het volksvertegenwoordigend orgaan. Het zal niet makkelijk zijn, zeer uitdagend. Maar ik wens u, gekozen voorzitter, en u, van mij overnemende, gekozen vicevoorzitter, succes toe. We zullen elkaar natuurlijk kritisch volgen, maar vooral ondersteunen. Gefeliciteerd en succes. Dank u wel nogmaals iedereen. Bedankt. Ja, ik zie dat het lid B ook het woord wenst. U hebt het woord. Dank u wel, voorzitter. Laat me zo starten. Familie geven, familie blijven. En in tijd van nood en crisis moeten we als eenheid kunnen optreden. Voorzitter. We zitten midden in een crisis, coronacrisis, en we hebben getoond aan het begin van dit zittingsjaar elkaar te kunnen vinden. We bedanken iedereen die daartoe een bijdrage heeft geleverd en laat het slechts het begin zijn. We hebben alle krachten nodig. Krachten die gaan functioneren als eenheid, als natie, als Suriname, om het gevecht te kunnen winnen. Voorzitter Brunswijk, ik feliciteer u samen met uw teamgenoot, vicevoorzitter Charman, en we poweren u om het goede job te doen voor land en volk. Dank u, ook de APO-fractie. Ja, bedanken we voor de ondersteuning, voor de constructieve houding naar elkaar om toch een kandidaat naar voren te schuiven. Maar meer nog bedank ik de achterban, de mensen die hebben gestemd op de partij APO. Thank you. Lobby. Overlid Santoki, dank het woord te voeren. Dank u wel, voorzitter. Het zou niet compleet zijn als we naar alle toespraken luisteren. Enerzijds felicitatie, aan de andere kant dankbetuigingen. Om in ieder geval de voorzitter van de Nationale Assemblée, die tot en met gisteren nog voorzitter was, mevrouw Jennifer Geerling-Simons, om ook namens het parlement ook haar te bedanken. Ik heb het al gedaan afgelopen zaterdag in een bijeenkomst in verband met de organisatie van deze dag. Maar het is goed om ook in het openbaar haar te bedanken voor het werk wat zij gedaan heeft. Als voorzitter wat werk wat zij gedaan heeft om het parlement verder een goede ontwikkeling te laten doormaken. Met name op het gebied van die organisatie. En alles wat daarmee samenhangt om het parlement goed te laten functioneren. Dus vanuit deze plaats wil ik haar dan ook bedanken. En het gastelid Nishikawa heeft net aangegeven. Namelijk dat in het kader ook van de transitie er goede gesprekken gevoerd worden, goede understanding is met betrekking tot de transitie. En ik wil gebruik maken van die gelegenheid om ook de regering, onder leiding van de president Boten, te bedanken voor de goede understanding. Ik kan u zeggen, er zijn uitdagingen in deze transitiefase. En als wij ons gezamenlijk niet als goede Surinamers hadden opgesteld, dan waren we inderdaad als land in grote financiële problemen terechtgekomen. Met die goede ondervinding is het ons toch gelukt en dat is wat we nodig hebben als land. Verkiezing is gestreden, campagne is gestreden, hier zijn de grote uitdagingen voor ons. Zoals de heer B zegt, met ook COVID-dreigingen, laten we samen als Surinamers de strijd gaan aanbieden tegen COVID en laten we alles doen om ons land te beschermen tegen eventuele consequenties van ranking die we graag niet willen hebben.
En nogmaals bedankt ook voor die goede ondersteuning in de transitiefase. Dank u wel. Uwerzijds moet ik uiteraard de agenda volgen van deze buitengewone openbare vergadering alvorens de hamer over te dragen aan de gekozen voorzitter. Hebben we nog agendapunt eedsaflegging door de gekozen voorzitter? Mag ik de gekozen voorzitter uitnodigen naar voren te komen ten einde de voorgeschreven eed af te leggen? En dat is conform artikel 65 van de grondwet. De griffier gaat het voorlezen. Ik zweer dat ik middelijk nog onmiddellijk onder welke naam of welk voorwensel ook in verband met mijn verkiezing tot voorzitter van de Nationale Assemblée aan iemand wie hij ook zij iets heb gegeven of beloofd, nog zal geven of beloven. Ik zweer dat ik op iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken te aannemen, middelijk of onmiddellijk. Ik zweer dat ik het welzijn van Suriname naar mijn beste vermogen zal vorderen. Ik zweer gehoorzaamheid aan de grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen. Ik zweer trouw aan de Republiek Suriname. Wat gaat het? Ik heb de eet. Eet. Belofte. Belofte. Ja. Dan, inderdaad, dan moeten we... Ja. Ja. Wat? Ja. Ik zou het... Ja. Wat gaat het belofte? De eet afleggen. Oké. Dat is het goed, hè? Ja. Zo waarlijk. Zo waarlijk. Helpen. Helpen mij. God almachtig. God almachtig. Ik denk dat ik hier aanbeland in de rol van fungerend voorzitter u moet feliciteren, maar ook de vicevoorzitter, heer Prinsijk. Ik moet de hamer aan u overdragen. Dus nogmaals, mijn felicitaties en dan moet ik de hamer aan u met genoegen overdragen. Ik vraag de president of hij een felicitatieboodschap heeft. Dan kunt u dat nu doen. Dank u wel, voorzitter. Natuurlijk heb ik een felicitatieboodschap. Ik had gemeend om mijn boodschap kort voor de uitgeleiding aan uw college te presenteren. Laten we beginnen met dank te zeggen op de vlotte wijze waarop de voorzitter Moustaya deze bijzondere vergadering heeft geleid. Mijn dank daarvoor. Ik wil feliciteren alle gekozen leden voor deze nieuwe periode. En uiteraard wil ik feliciteren de thans gekozen voorzitter, de heer Brunswijk,
als voorzitter van de Nationale Assemblee voor de periode 2020-2025. Mijn dank gaat ook uit naar het geachte lid Sharma als vicevoorzitter. Voorzitter, ik zou tekort schieten wanneer ik niet namens de vicepresident en de rest van de regering onze dank in zijn algemeenheid, maar toch in het bijzonder toegespitst op, zoals het geachte lid Santoki zei, het werk welke mevrouw Jennifer Gilling-Simons hier aan de dag heeft gelegd. Uiteraard als voorzitter en uiteraard de ondervoorzitter, de heer Bova. U moet weten, voorzitter, dat de ladder hoog gelegd is en wij ervan uitgaan dat wij, dat u inderdaad een enorme taak heeft om die ladder verder omhoog te turnen. Ik maak van de gelegenheid gebruik om de gekozenen een vruchtbare samenwerking toe, kritisch in het belang van land en volk, onze diensten met hart en ziel te vervullen ter alle glorie van het volk van Suriname. Met Jogurantanyi en met zeker dat we een boom periode te geboren. Grantanyi voorzitter, voor jullie occasie. Dank u wel, president. En ik zal nu mijn toespraak houden. Toen Mapansa, de latere stam van de Pansalo aan de boven Suriname, als een pasgehuwde jongvrouw met haar man Tata Adjako naar boven Suriname vertrok, met als vestigingplaats Bendekonde. Toen daarbij besloten werd dat haar broer Hendrik Koffi Tjapanda en haar zus Josephine ook van de plantage van hun meester Castillo de Esperanza moesten vertrekken met als reisdoel echter niet boven Suriname, maar met onbekende bestemming in oostelijke richting. Daarbij werd er opgewezen dat zij zich in overeenstemming met hun geloofsovertuiging nimmer mogen vestigen in een dorp aan de rivier dat de benedenwaarts een ander dorp is gelegen. Zij vestigden zich daarom dan ook uiteindelijk aan de Tapanahuni rivier en wel in het dorp Bodolo, toen het laatste dorp aan deze rivier. Voorwaar nog Tata en Tjapanda nog mama Pansa, nog mama Josephine, nog hun nazaten, de zogenoemde Castinenge, hadden toen het vermoeden dat eens in ons Suriname het hoogste college van staat geleid zou worden door een Maron van Castiel en Missidian afkomst. Toen op 10 oktober 1760 de koloniale overheid na een mislukte vredes met Adu in 1749 zich gedwongen voelde om ter wille van rust, welvaart en voorspoed in en van de kolonie weer een vredesverdrag te mogen tekenen. Maar nu met de Tempati-negers achter de plantage Auka aan de Suriname rivier, onder leiding van de hoofdman Arabi, een groep waaruit de latere stam der Aukanus is voorgekomen, had nog Arabi
nog Boston, nog Pambo, nog Tusu. Alleen voormannen en leiders van de negers achter de plantage Auka kunnen bevroeden dat eens en dat is nu. Vandaag dus, een nakomeling van hen, een Aukaners dus, de voorzitterskamer van dit hoogste college van staat zou bedienen. Toen werd veel later in tijd een nakomeling van Tata Hendrico Vitapanda, een kastielvrouw, op 7 maart 1961 in het dorp Mungwetapu, precies om 12 uur, dus midden op de dag, het leven schonk aan een zoon, dus weer een nieuwe generatie van de kastiel Nenge. Had niemand, zelf niet de moeder van de pasgeboren zoon, kunnen vermoeden dat zij de moeder zou zijn van de eerste Kastielingen, van de eerste Aukaners, van de eerste Bosneker of Maron, die in de geschiedenis van ons geliefd multi-etnisch, multi-religieuze en multiculturele Suriname tot het hoogste ambt van voorzitter van het Hoogste College van Staat zou worden geroepen. In 1975 had een zekere mevrouw Rita en pater Heikers op de erkenschool in Abadukondere de opgave om een groep pubers van het vierde klas die weliswaar bijzonder leerkeerig, maar tegelijkertijd vrij moeilijk te benaderen waren, te begeleiden op een weg naar volwassenheid. Zij was wel streng, maar deed haar werk met veel liefde en overgave. Zij mij, juf Rita, had toen en tot voor kort zeker nooit kunnen vermoeden dat een van haar moeilijk pupillen, een van haar jongens, jaren later, en dat is vandaag, gekozen zou worden tot voorzitter van de Nationale Assemblée van ons land. Dames en heren, zou het waar kunnen zijn dat Gods wegen werkelijk ondoorgrondelijk zijn? Immers, wat toen en misschien tot voor kort niet kon worden vermoed, blijkt nu waarheid te zijn. Wat toen en tot voor kort onmogelijk leek, blijkt nu mogelijk te zijn. Wat toen en tot voor kort voor de verworpenen van onze samenleving kennelijk uitgesloten leek, blijkt nu blijkbaar, dames en heren, wijst dit niet in de richting van zij op een ver te vorderen stadium in het proces van emancipatie van dit deel van onze gemeenschap, dat is de Maron-gemeenschap, en daarmee van onze hele Surinaamse natie. Ik ben ervan overtuigd dat met deze daad, namelijk het kiezen van een Bosneker, van een Maron tot voorzitter van de Nationale Assemblée, iets wezenlijk is veranderd in onze samenleving. Ik volhard in de overtuiging dat wij, allen kinderen van migranten, van ontwikkelingsstadium hebben bereikt, waarin wij geloof en vertrouwen hebben in elkaar. En dat wij nu in een ontwikkelingsstadium zijn binnengestapt,
waarin het etnische kennelijk niet meer een dominante factor is. Is een bij ons samen optrekken en ons samenwerken om dit land, het land van ons allen, op te bouwen. Met onze lastgehouden verkiezing hebben wij als Surinamers laten zien dat wij echt bereid zijn om hand in hand, schouder aan schouder, zonder te letten op afkomst, religie, kleur of cultuur, elkaar de hand te reiken en elkaar te schraken. Dit alles vooral is mogelijk tijdens, zoals de tijd waarin wij nu in Suriname leven. Moeten wij daar niet dankbaar voor zijn? Dames en heren, leden van dit college, ik dank u als geheel, maar ik dank ook de individuele leden. Voor uw stem ben ik thans voorzitter van de Nationale Assemblée geworden. Ik dank u en via uw college het Surinaamse electoraat. Dat door zijn bewust stemgedrag, door op ons zelfbewuste en doelbewuste manier zijn democratische recht waar te maken. Dit mogelijk heeft gemaakt en hiermee in vele opzichten geschiedenis heeft geschreven. Dames en heren, leden van dit college, ik dank u allen ook voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik beloof u dat ik binnen recht en wet niet zal nalaten te doen om uw werk, ons werk, in overeenstemming te laten zijn met wat werkelijk van een parlement in een parlementaire democratie wordt verwacht. Ik kan u verzekeren dat ik ervoor zal zorg dragen dat het reglement van orde van ons college wordt toegepast. Zoals het werkelijk is bedoeld en dat wij de bepalingen in dit reglement daadwerkelijk zullen naleven. Daarbij zal er geen onderscheid worden gemaakt tussen coalitie en oppositie. Ik zal bevorderen dat wij in dit parlement ten alle tijde gericht zijn en gericht blijven op de in de grondwet aan ons voorgeschreven plichten en rechten dat wij als parlement de regering daadwerkelijk controleren. Ik kan u ook meedelen dat ik altijd bereid ben en zal blijven om mijn krachten te geven waar u vindt dat het nodig is. Wij, u en ik, zullen steeds alles conform recht en wet moeten doen, met het oog op het bereiken van welvaart en voorspoed voor alle Surinamer, waar zij ook in Suriname hun woon- en verblijfplaats hebben. Het zij als individu, het zij in groepsverband. God zij met ons Suriname. Ik dank u wel.